We zien dat veel mensen eenzaam zijn. Als je eenzaam bent, dan ga je ook minder voor jezelf koken. Is het lastiger ook om voor jezelf te koken? We hebben laatst een heel grootschalig onderzoek gedaan onder 4000 Nederlanders. En daar zien we dat bijvoorbeeld de alleenstaande het merendeel van de tijd voor de tv of in de woonkamer eet. Terwijl we het eigenlijk belangrijk vinden dat je met elkaar aan tafel gaat. Dat je samen kookt. En ja, hoe mooi is het dan om ook in de week tegen de eenzaamheid mensen te stimuleren om samen te gaan eten en aan tafel te gaan. Eten verbindt, dus we hebben samenwerking gezocht met Resten van Harten, waar we nu ook zijn, en Go Mingle. En samen organiseren tijdens de Week tegen de Eenzaamheid ontmoetingsdiners, zodat mensen met elkaar verbinden.